is heel moeilijk om te kiezen. In die zin, al wie dat in Brussel in die periode kwam spelen, die heeft Anderlecht geklopt. Dus wij hebben niet geklopt. Maar één memorabel moment was de wedstrijd in Porto. Dat was een Europese topploeg die... Ja, die bij ons hebben wij menig gewonnen met 1-0. Heel moeilijke match. Maar Porto was sterk. En in Porto zelf wisten wij wat er vanaf ging. Die match in Porto was heel zenuwslopend. En ik herinner me, de laatste 10 minuten was eigenlijk een ongelooflijk nerveus gedoe. Wij staan er nog op drouw, als ik me niet vergis. Ja. 0-0. En wij waren geplaatst. De laatste kwartier werd onder druk gezet. En dan was het een kwestie, vervang ik niet. Ooien is dan wel gekomen. Maar uiteindelijk, na het 90 of 95 minuten, 0-0 en geplaatst. Dat gaf een enorme ontlading voor iedereen. De kers op de taart was dan Champions League. We hadden Kiev, de topper van Rusland en het grote Rusland nog, van de Oekraïne ook dan al. We hadden PSV met Erik Gerrits als coach, kampioen van Nederland. En we hadden daar bovenop Man United, ja, dat was het van het team. Door 5-1 te verliezen, hebben we allemaal, staf en spelers, beseft, ja, wij mogen niet afgaan. Wij moeten er iets aan doen. Wij dachten het zal voor plaats 4 zijn, maar wij moeten er toch iets aan doen. En dan is dat gelopen beter dan verwacht. Hij moet trappen. Oh. Doorspelen zegt de grensrechter. Hatzinski moet komen. Hatzinski, ja! Dat was formidabel.